Welkom vierde klassers in periode 5 voor het vak Nederlands. In deze PowerPoint alles over deze periode, waar gaan we naartoe, waarom en hoe. En natuurlijk alles over de weektaak van 7 tot en met 15 mei. In deze PowerPoint zal ik ook tips geven voor boek 5. Want als het goed is, ben je aan het lezen of ga je heel snel lezen. Voor het laatste boek van dit schooljaar, hopelijk niet het laatste boek van dit jaar. De eerste tip is van een oud-leerling van ons, Wietske Versteeg. Zij is inmiddels een mooi oeuvre aan het opbouwen. En in een van de werken die ze heeft geschreven, quarantaine, waart er een virus rond, waardoor iedereen in huis moet blijven. We volgen nogal cynische plastische chirurg. Wordt niet heel erg vrolijk van dit boek, maar mooi geschreven. Nou, deze periode, alles staat op de ELO. Natuurlijk vind je daar alle weektaken. Je vindt daar een uitgebreide planner, neem die ook door. Je vindt daar ook alle documenten voor tekstbegrip op een rijtje en alle documenten voor literatuur op een rijtje. Die documenten voor literatuur stonden er al op, maar ik heb ze nu even handig bij elkaar gezet. De tip, ook weer een beetje een ondefinieerbaar raar boek, want waar zijn we? Dat weten we niet precies. Het land lijkt een beetje op Nederland. In welke tijd zijn we, weten we ook niet zo precies. Want het land is uitgeput door oliewinning. Er is ooit welvaart en voorspoed geweest, inmiddels niet meer. En een tweeling is op de vlucht voor een zinkgat, wat langzamerhand dat hele land aan het opeten is. Een prachtig boek. We gaan even terug naar periode 4. Toen heb je een schrijfdossier gemaakt. Wij kijken daarvan één tekst volledig na. Voor een cijfer, dat wordt het betoog. Daarnaast telt in de beoordeling, een van de beoordelingspunten is ook hoe je gewerkt hebt aan dit schrijfdossier. Heb je vragen, als straks de cijfers in magister komen, heb je vragen over je beoordeling, mail dan je docent even. Want we hebben de beoordeling op papier gedaan en we gaan er ook van uit dat we na 1 juni een manier vinden om dit aan jullie concreet gewoon terug te geven. Daarnaast ben je bezig geweest met tekstbegrip. Je hebt de D-toets gemaakt in Quizzle. Nou, die komt nog zeker voorbij, want wij gaan lezen. We gaan bezig met het tekstdossier deze periode. En daar is de toets in Quizzle een mooi onderdeel bij. Ja, let even op. Er komt een wijziging in het PTA, omdat we wat dingen geschrapt hebben. Bijvoorbeeld het SL-woordenschat voor deze periode. En we van de toets tekstbegrip een D-toets hebben gemaakt. Eigenlijk zou die meetellen. Is de weging niet meer helemaal zoals we hem willen hebben. Dus wij hebben, er komt een wijziging in het PTA. In magister is dat nog niet aangepast. Dat gaat centraal zo snel mogelijk gebeuren. Maar hier zie je de wijziging staan. Voor nu is even belangrijk dat je weet dat in periode 5 dat SL-woordenschat dus komt te vervallen. Dat literatuuranalyse, korte verhalen, de toets op het eind van deze periode, die telt gewoon nog één keer mee. Maar dat wordt toegevoegd, het tekstdossier, tekstbegrip, die gaat twee keer meetellen. In tegenstelling tot die D-toets in periode 4 die je hebt gemaakt door Quizzle, die stond er voor één keer in, maar die gaat nul keer meetellen. Nou, een boekentip is Grand Hotel Europa of L'Europe van Pfeiffer. In dit boek zien we hoe Venetië zucht onder het massatoerisme. En het is ook weer heel apart om nu te zien hoe stil het is in Venetië. En hij heeft het hier over hoe wij omgaan met toerisme, met reizen. Kan dat nog wel? Echt een geweldig boek. Dan periode 5. Wat gaan we doen? Nou, ik heb al gezegd, we gaan tekstbegrip en literatuur doen. Nog een tip hierbij, een heel ander boek. Is het fictie, is het non-fictie? Nou, als non-fictie zo goed is, dan noemen we het literaire non-fictie. En misschien is de zone van Bruce Lee dat wel, van Alex Bogers. Alex Bogers gaat samen met zijn 17-jarige zoon naar Amerika. En hij reist de plekken naar die belangrijk zijn geweest in het leven van zijn grote held Bruce Lee. En hij schrijft een prachtige, ontroerende brief aan zijn 17-jarige zoon. Literatuur, wat gaan we doen deze periode? Wat zijn onze doelen? Ons eerste doel is dat je het literaire analysebegrippenapparaat kunt toepassen. Dat je dat helemaal in de vingers hebt om een literaire tekst te kunnen analyseren en te interpreteren. Nou, het zijn allemaal begrippen die we in klas 1 tot en met 3 ook zijn tegengekomen. We gaan de diepte in.
Daarnaast gaan we ook het literatuurdossier klas 4 afronden. Hierover zal nog meer informatie volgen. Hoe we dat gaan doen, hoe we die dummies gaan aftekenen. En een ander doel is natuurlijk blijven lezen. De tip op deze dia is wederzijds van Kees het Hart. Wat doe je als je in je buurt allerlei vandalisme ziet, graffiti, zwerfvuil, etc. Nou, dan kun je misschien wel dat door gaan geven aan bepaalde instanties. Er is een instantie wederzijds, heet die instantie, een beetje een schimmige instantie, maar die recruteert mensen om aan hen tips door te geven hierover. En dan zullen zij wel zorgen dat het allemaal goed komt. Een echtpaar doet dit, maar raakt ook verstrikt in deze rare organisatie. Want is het eigenlijk wel zo'n goede organisatie? Nou, hoe gaan we literatuur verder doen? Nou, je gaat boek 5 lezen. Ik heb al gezegd, leg die titel ter controle voor aan je docent. En typ hem ook in de ELO, zo snel mogelijk. Wil je boekentips? Nou, ik geef er nu een paar, maar in de mail die ik hierover heb gestuurd en ook in de opdracht in de ELO staan ook nog heel veel tips hoe je aan goede boeken kunt komen. Je moet echt toestemming van je docent hebben, want er zijn eisen verbonden aan deze titel. Het mag geen vertaling zijn uit Engels, Duits of Spaans, als je die talen hebt. Nou, Engels heeft iedereen. Het moet ook van enig literair niveau zijn, dus alsjeblieft vraag toestemming, dus lever die titel in de ELO in. Nou, dan ga je lezen en dan maak je opdracht G. Daar ga ik nog uit vertellen wat die inhoudt. Hij hangt al in de ELO, kan je al even kijken. De deadlines die hier staan. Je literatuurlijst klas 4 willen we ook checken. Ook daar, die lever je in de ELO. De deadline is ook 12 juni, 10 uur. Daar ga ik ook nog iets meer over vertellen volgende week. Daarnaast gaan we dus al die begrippen herhalen. Hoe pak je dat nou aan, zo'n tekst? Een kort verhaal in deze, maar je gaat het ook toepassen op je eigen boek, titel 5. Het is eigenlijk een hele goede oefening voor de toets literatuuranalyse, korte verhalen die we in de PEP gaan doen. Even een tip nu, maar volgende week nog veel meer. Op de ELO heb ik al de reader met korte verhalen gezet waar we uit gaan putten. De toets gaat over een van deze verhalen uit de reader. Dus lees ze allemaal lekker. Het zijn 11 verhalen. Volgende week meer hierover. Nou, nog een tip. Wees onzichtbaar van Murat Isik. Een jongen groeit op in de Bijlmer, ondervindt allerlei problemen. Een Turkse jongen, discriminatie, alcoholistische vader, noem maar op. Maar weet zich daar doorheen te slaan. Echt een mooi coming of age. En dan tekstbegrip. Een ander onderdeel van deze periode. Je ziet hier een stripfiguurtje rechts. Die zal nog terugkomen. Misschien ken je hem, misschien herken je hem. En heb je een idee waarom ik hem hier heb neergezet? Nou, dat zal nog aan bod komen. Wat gaan we doen? Wat is ons doel? Nou, we willen dat je kritisch teksten leest. We willen ook dat je alle theorie met betrekking tot tekstbegrip die je moet weten voor het eindexamen, dat je die paraat hebt en dat je daarmee kunt werken. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan niet alleen maar teksten in Quizzel maken. We gaan het op een hele andere manier doen. Je gaat een tekstdossier in een Duo maken. De opdracht tekstdossier staat op de ELO. Ik ga hem nu ook in deze dia-serie ga ik opdracht 1 tot en met 3 doornemen. En volgende week 4 tot en met 9. De deadline voor het inleveren in de ELO is 5 juni om 10 uur. Het tekstdossier. Wat moet er allemaal in en hoe ga je dat doen? Nou, allereerst is het natuurlijk heel erg belangrijk. Lees goed, hè? De vraag is je beste vriend. Lees die opdracht tekstdossier op de ELO heel goed door. Het is handig om te printen. Kies dan een duomaatje. Vervolgens ga je inloggen op Brutaal. Om in te loggen op Brutaal ga je naar www.brutaal.nl. Je typt je gebruikersnaam in, die zie je daar staan. Atheneum College Haagveld leerling is het. En je wachtwoord. Nou, het staat eronder. Hij wil eens echt niet met een T en daar de eerste letters van. Dus H-W-I-E-N-M-E-E. Want je gaat met z'n tweeën een mapje met artikelen maken. En daarvoor heb je Brutaal nodig, want je gaat naar Leesvoer. En daar kies je Leesvoer B voor de bovenbouw. En je kiest daar uit de teksten die er staan, zijn er 9 of 10, 4 teksten uit. Waarvan jullie denken, ah, die vinden we interessant, daar kunnen we wat mee. Kies verder op de krantenbank ook nog een zo recent mogelijk betogende tekst uit waar jullie het absoluut mee oneens zijn. In totaal heb je dus 5 teksten. Nou, hoe je op de krantenbank moet komen, dat staat allemaal precies uitgelegd in de opdracht tekstdossier. Hier zie je een screenshot van
lees voor de bovenbouw. Als je naar beneden scrolt, zie je meer teksten. Als jullie alle opdrachten gemaakt hebben en elkaar gecontroleerd hebben natuurlijk. En knip hem niet op, hè, werk echt samen. Dus zorg ook voor eindredactie. Dan lever je alles in op 5 juni, 10 uur uiterlijk in de ELO, 1 van jullie. Nou, hoe doe je de voorbereiding? Lees eerst de theorie op brutaal, onder lezen. Je ziet hier de onderwerpen die je in ieder geval moet lezen. Er staat nog meer, mag je natuurlijk ook lezen. Dus begrijpend lezen, argumenteren, argumentatiestructuren, begrippen, tekstdoelen, tekstsoorten, tekstverbanden en bronnen beoordelen. Je ziet een screenshot, je ziet hier ook nog examenidioom, examentraining, examens en examenpsychologie. Als je dat wil lezen, dan hou ik je natuurlijk niet tegen. En dan zijn er 9 opdrachten. En vandaag ga ik 1 tot met 3 uitleggen. En dat wordt ook huiswerk voor volgende week, dat het af is. Opdracht 1. We gaan het over moeilijke woorden hebben. Jullie gaan een woordenlijst maken van 20 lastige woorden die in 1 of meerdere teksten gebruikt worden. Ik denk echt dat je daar meerdere teksten voor nodig hebt. En daar zoek je de betekenis van op. Daarna ga je de zinnen overschrijven waar die moeilijke woorden in voorkomen. En zet je puntjes op de plaats van de woorden en geef je voor elk gat 3 alternatieven. Waarvan er uiteraard maar eentje goed is. En markeer die ook even. Opdracht 2. Bij die betogende tekst van de krantenbank, die tekst waar jullie het zo absoluut mee oneens waren, ga je meningen en argumenten in de tekst markeren met verschillende kleuren en werk je dit in een argumentatiestructuur uit. Lees goed de theorie op brutaal over argumentatiestructuur. En vervolgens leg je ook nog even uit waarom jullie nou zo oneens met deze tekst zijn. Welke argumenten kegelen jullie omver en waarmee kegel je die argumenten omver? En dan opdracht 3. Je kiest een tekst uit die 5 teksten en je markeert daar alle signaalwoorden in de tekst. Maak een lijst en geef aan bij welk tekstverband de signaalwoorden horen. En schrijf de delen van de tekst die door dat signaalwoord verbonden worden op of parafraseer ze. Dat mag ook. En hiervoor heb je de theorie van brutaal nodig natuurlijk over tekstverbanden. Vind je die theorie niet helemaal duidelijk, dan staat er op YouTube nog een heel handig filmpje met alle theorie uit de onderbouw en klassier over signaalwoorden en tekstverbanden. Ga je ook nog kijken. Huiswerk wordt, neem de planner van periode 5 door. Geef de titel van boek 5 op de ELO door, echt zo snel mogelijk en ga lezen. Neem alle theorie op brutaal onderlezen door, nou, wat ik je net heb laten zien. Let op trouwens, doe dit wel even voor de les volgende week met je docent, voor die digitale les. Want we gaan kijken of jullie inderdaad al die theorieën ook snappen. Maak opdracht 1 tot met 3 van het tekstdossier. En voor altijd en voor overal, lees de krant en lees boeken. Heel veel succes deze periode. En in de les met je docent gaan we dieper op de theorie in.